Wat mij opvalt aan online onderwijs is dat de werkdruk in het begin best wel hoog was. En ook het contact met je medestudenten mis je natuurlijk. Maar ja, al met al went het ook eigenlijk allemaal best wel snel. De enige ervaring die ik tot nu toe echt heb meegemaakt is dat ik om 9 uur klaar zat om een college te volgen en dat hij toen nog niet online stond, terwijl dat wel in het rooster was aangegeven. Maar verder ben ik heel positief over de professoren, hoe ze dit voor elkaar hebben kunnen krijgen in zulke korte tijd. It has been kind of less interactive and we cover less material in class than usually. And self-discipline plays a very important role here. The online lectures are always difficult for me to find because they are not published on Canvas but on a different website. And once I enter that website, I either get an error page or I get all the access to all the lectures from the whole university. And every time it takes a lot of time for me to search for the right lecture. Mijn ervaring met lectures is dat het best wel redelijk gaat. In het begin was het echt heel stroefjes. Maar later hebben de docenten zich aangepast zodat voor ons studenten fijner is. Mijn ervaring met online onderwijs is eigenlijk best wel positief. Want je kan gewoon lekker in je pyjama je les volgen zonder dat iemand dat ziet. Dus dat is echt top. Alleen soms is het wel een beetje ongemakkelijk als bijvoorbeeld een student vergeet om zijn microfoon uit te zetten. En je hoort dan de gesprekken die hij met zijn moeder voert. Maar verder vind ik het echt prima gaan.